In het wijkcentrum De Byzantijn in het Waterkwartier werd gisteren een wijklezing gehouden over de verhalen van het Waterkwartier tijdens het bombardement van 22 februari 1944. Nijmegenaar Bart Jansen heeft het bombardement zelf als kind meegemaakt. Hij wil deze verhalen graag in leven houden. Maar toch is dit een van zijn laatste wijklezingen. In het Nijmeegse buurtcentrum De Byzantijn, gelegen in de wijk Waterkwartier, geeft de 80-jarige Bart Jansen een wijklezing over het bombardement op Nijmegen. Hij gaat van wijk naar wijk om de verhalen van de Nijmegenaren te delen. Nou ja, vooral nu op het ogenblik zo'n verschrikkelijke ellende in de wereld is met oorlogen, denk je natuurlijk regelmatig aan. Hè? Maar het is, ik heb zo'n, denk ik, vanaf 1994 zo'n 2000 mensen geïnterviewd. Dus al die verhalen die zitten ergens opgeborgen. Hè? Jansen heeft daarvoor al meerdere boeken geschreven en daarvoor honderden mensen gesproken. Toch blijven de verhalen altijd speciaal voor hem. Het eerste boek dat heb ik tussen 1994 en 2005 geschreven, De pijn die blijft. En toen ging het gemakkelijk allemaal, je viel van het ene verhaal in het andere. Maar bij het volgende boek, Het verdriet van Nijmegen, wat eigenlijk over alle andere slachtoffers van Nijmegen ging, dan merkte ik dat me dat, ook door het oude worden waarschijnlijk, dat me meer deed. Nu de lezingen tot zijn einde komen, worden deze boeken ook steeds belangrijker voor Bart Jansen. Ja, daarom ben ik blij dat de boeken verschenen zijn. Daar staan ze erin, hè, als ik er zag niet meer ben. Die boeken die blijven in ieder geval nog een tijd bewaard. Hij gaat nog langs de Heilige Landstichting, Wiegen, Beuningen en Groesbeek om de laatste lezingen te geven. Echter denkt hij niet dat de verhalen verloren gaan. Ja, overal waar ik kom, waar over de oorlog gesproken wordt, daar probeer ik een bijdrage aan te geven. Je hebt natuurlijk zoveel in je hoofd zitten. Je kunt overal wel ergens op inspelen. Ondanks het stoppen benadrukt hij nogmaals hoe belangrijk de verhalen blijven voor de wijken en de regio Nijmegen. Ja, daar moet aandacht voor blijven. En het is nog 80 jaar geleden. Maar ik wil juist proberen om door de lezingen of de presentatie die ik nog geef in de diverse wijkcentra, bij verenigingen en dergelijke in Nijmegen en ruime omgeving, om de ellende die de oorlog heeft veroorzaakt, bekend te blijven maken. Want automatisch vallen we straks weer in opnieuw ellende als je het hoort allemaal. Dus ik hoop er een klein steentje aan te kunnen bijdragen.